Maar nee, ik zit even naar de wereldkampioen kickboksen kijken. Gaat het nog een beetje, Rico? Of denk je nou... Zeker, ja? Zeker. Ik zit, kickboksen, man. Hij kreeg klappen, man, die eerste ronde. Ik denk, die val om, jongen. Want nooit. Ik was... Ja, nee, ik was echt verbijsterd dat hij bleef staan. Echt verbijsterd, joh. Echt waar. Nee, ja, als je goed terugkijkt, zie je dat ik misschien 1 of 2 keer geraakt word. Nee, dat weet ik, maar gewoon... De rest valt het mee. Weet je, op een gegeven moment stoel je ook echt stil. Ik denk, oh jee, weet je wel, nou gaat het mis dadelijk. En ik dacht echt... Maar heb je zelf nog niet zo ervaren, begrijp ik? Sorry? Dat heb je zelf niet zo ervaren? Nee, ja, die ene stoot zat er goed op. En ja, ik denk 10 seconden later was ik wel weer fris. Zeg maar ben je even een beetje duizelig. Maar had je dat wel verwacht van hem? Of had je in dit extreme, die 30 seconden, had je niet verwacht, denk ik, hè? Nee, ik maak eigenlijk gewoon een fout. Ik maak een fout en hij raakt mij. Ja. Nou, en dan gaat hij vol gas. Ja. En dan is het gewoon eventjes goed opletten. En je handen hoog houden. Je gaat een hele analyse van het gif maken. Nee. En het voordeel van jou was dat helemaal vol gas kon hij niet gaan. Hij kon niet nog een schepje boven wat hij deed. Nee, dit was het ook. Maar dat komt ook omdat hij, zeg maar, dan die eerste en die tweede stoot mij dan niet gelijk raakte. En dan moet je eigenlijk door blijven lopen. Nee, ja, ja. En dat maakt het heel lastig. Als iemand stilstaat, dan kun je gewoon lekker als een bokser erop uit gaan rammen. Mooie maar dat lukte man. Niet. Hij heeft ook wel verstand van. Echt een mooie wedstrijd. Ja, kickboksen, darts, het is... Nee, maar één ding. Hij had wel die partij stil moeten leggen. Hij had hem niet meer op moeten laten staan. Hè? Nee, kijk, want ik denk, jij slaat hem dood. Nee. Nee, maar ik denk... Nee, maar stel je nou voor, dat is wat ik hier aan tafel zei. Jij geeft mij 2 van die klappen. Ja, maar dat is toch heel anders? Dan ben ik echt dood. Ja, maar wij zijn hier maar op getraind. Eentje kan er ook. Niet vergeten, dit is wat wij doen. Dag in, dag uit. We trainen onze nek. We zijn gewend om die stoten te incasseren. Hij staat op. De scheidsrechter kijkt hem aan. Heeft zijn handschoenen vast. Trekt nog even aan. Voelt of hij tegendruk geeft. Kijkt hem aan van, wil je door? Ja, ik wil door. Oké, dus dan mag de scheidsrechter de wedstrijd eigen niet stoppen. Ik denk, hij staat niet meer op. Nee. Maar voor de duidelijkheid, je bent hier voor het boek, maar dat de mensen wel door, want je zit overal volgens mij. Ja, je bent overal geweest. Maar ik ga even kijken hoe het met je gaat.